Het Arnhemse college van BMW wil pas in mei een besluit nemen over de huisvesting voor basisschool Cosmicus in de wijk Elderveld. De school kan tot die tijd gebruik maken van een lokaal voor buitenschoolse opvang van het Klavertje. De BSO betrekt op zijn beurt een leegstaand basisschoollokaal binnen het scholencomplex aan het Breizandpad. Daarin zijn ook de basisscholen de Troubadour, de Blinkert en de Kringloop gehuisvest. Dit hebben BMW dinsdag laten weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66 en de SP, die zich zorgen maakten over de toekomst van basisschool Cosmicus. We hebben Cosmicus, bieden we de ruimte om op de locatie een extra lokaal te kunnen benutten. Daarmee heeft de Cosmicus eigenlijk al vanaf deze week 5 lokalen beschikbaar. Dat is genoeg om hun acute huisvestingsvraag te kunnen oplossen. En de minder acute problematiek, die kan pas ook in mei worden opgelost? We zijn op dit moment in beeld aan het brengen hoe de huisvestingsproblematiek in onze stad eruit ziet. We weten dat we veel geld uitgeven aan onderwijshuisvesting, 1,5 keer zoveel als gemiddeld in Nederland. We hebben een forse hoeveelheid leegstand. Als je dat afzet tegen de normen, komt het neer op 30%. Daar valt wel iets op af te dingen, want in die leegstand zit op dit moment vaak kindvoorzieningen. Klassen zijn gescheiden, we hebben ook verouderde lokalen. Maar we hebben wel een flinke leegstand. En tegelijkertijd zie je door de stad heen veel kinderen die in slechte onderwijsgebouwen gehuisvest zijn. Nou, dat betekent dat we een oplossing daarvoor moeten zoeken. We willen betere huisvesting, we willen minder leegstand en we willen efficiënt met ons geld omgaan. Nou, dat betekent dat er keuzes nodig zijn. Die zijn we op dit moment in beeld aan het brengen. En pas op het moment dat we weten hoe het er in de hele stad bij staat, moet je beslissingen gaan nemen over hoe je individuele scholen gaat verplaatsen. Daarom moet Cosmicus nog eventjes geduld hebben. Om ervoor te zorgen dat de stichtingsnorm van basisschool Cosmicus niet in gevaar komt, moet de school kunnen groeien. Cosmicus kent nu 85 leerlingen. Dat moeten er op 1 oktober 2016 255 zijn. D66 en SP willen dan ook van het Arnhemse college weten of het voldoende huisvestingscapaciteit voor deze basisschool kan garanderen. Dat kan ik niet beoordelen. Cosmicus heeft zelf ervoor gekozen om zich in Arnhem te vestigen. We hebben ze daarin gefaciliteerd door onderwijshuisvestingsruimte aan te bieden. Op dit moment hebben ze 85 leerlingen. Daarom, basis daarvan hebben ze recht op 5 lokalen. Zij moeten de komende tijd laten zien dat ze die groei waar kunnen maken. Als zij meer ruimte nodig hebben, dan zullen ze die van ons krijgen. Ja, er zijn zorgen vanuit de school en de beide raadsfracties die vragen hebben gesteld over de stichtingsnorm, die al of niet in gevaar komt. In hoeverre kunt u dat als collegelid garanderen? Wij zorgen ervoor dat er voldoende huisvestingsruimte is voor de leerlingen die zij hebben en die zich aangemeld hebben bij de school. De school is ervoor verantwoordelijk om leerlingen te werven, zodat kinderen daar ook les krijgen en daar ook gebruik van gemaakt wordt. Binnen het scholencomplex speelt ook een bredere huisvestingskwestie. Begin 2013 brandde een deel waarin basisschool De Kringloop was gevestigd volledig af. De school zit sindsdien in een noodgebouw naast de oude locatie. Wethouder Giesing gaf onlangs al aan de nieuwbouw voor De Kringloop los te willen koppelen van eventuele nieuwbouwplannen voor de andere basisscholen binnen het scholencomplex. Wij stellen de raad voor om inderdaad eerst te besluiten over de nieuwbouw en pas later te kijken wat je met de andere huisvestingsvragen in dat gebouw doet. Op dit moment zitten de kinderen van De Kringloop al ruim 2 jaar en 3 maanden in noodlokalen. Dat zijn geen situaties die je structureel wil voortzetten, dat wil je snel een einde aanbrengen. De verzekeraar heeft gezegd dat voor het einde van dit jaar de schop in de grond moet, bij wijze van spreken. Dat betekent dat je haast hebt met die nieuwbouw. Nou, die haast hebben we en laten we ervoor zorgen dat we daar snel een besluit over kunnen nemen, zodat we verder kunnen op die locatie. U gaf het al aan, momenteel inventariseren hoe het met de leegstand is gesteld op basisscholen. In mei pas een besluit. Komt er dan nog meer duidelijkheid voor alle 4 de basisscholen die in dat scholencomplex gehuisvest zijn? Zodra wij in beeld hebben in de stad waar de noden zijn die het hardst moeten worden opgepakt, kunnen wij beoordelen of op deze locatie extra investeringen nodig zijn. Wij werken daar op dit moment heel hard aan en zodra we het in beeld hebben, zullen we ook duidelijkheid geven over wat er met de rest van het gebouw moet gebeuren.